Welkom, dit is ADO TV. Tijdens de winterstop zenden we in 3 afleveringen de documentaire Het Jaar van de Tsaar uit. De ADO Den Haag docu over het succesjaar waarin Europees voetbal werd behaald. Vandaag deel 1. Veel plezier met kijken. Tolstra. Rieden aan de rechterkant, Verhoek. En daar is Boulikin. Hoe mooi kun je debuteren? Ha! Verhoek buitenom, handig. Voorzet is goed. Boulikin, prachtig. En weer Verhoek Torsla. En 2-2, Boulikin. Nou, en dan de ooievaar. Want dat had hij beloofd. Ja, dat doet hij ook. Ja, dat seizoen is, ik denk, iets wat je nooit vergeet. Kolo nu wegdraaiend. Maar ook heel gevaarlijk. De Rijk moet het doen. Ik denk dat als je over 10 of 20 jaar nog de mensen tegenkomt van die ploeg, dat we allemaal hetzelfde gevoel hebben dat in dat jaar eigenlijk alles klopte. En uit de rug van La Chambre Vroeg voor een doel Kubik. Komt die bal daar nou of die daar komt? Er staat 1-0. Als ik nu nog elke dag mensen spreek, zijn ze al prachtig was het, hè. Weet je, mensen krijgen gewoon een glimlach. Ah, oh, wat was het mooi, hè. En wat was het gezellig. Bizar, maar zo mooi. De aanloop van Matas en de lat. En het is gedaan! ADO gaat Europa in en wint deze strafschoppenserie in de Euro. We make this fantastic season for everybody, for football players, for coaches, for supporters, for the city and of course for the club. Het seizoen 2010-2011 was een ongekend succesjaar voor ADO Den Haag. Voor het eerst sinds ruim 25 jaar werd via de play-offs Europees voetbal afgedwongen. Een van de hoofdrolspelers was rechtsbuiten Wesley Verhoek. Kind van de stad en van de club. We zijn hier in het oude Zuiderpark. En hier ben ik begonnen als 8-jarig jongetje. Begonnen bij ADO. Wat was het toen? Dat was het Zuiderpark Stadion. En daarachter het jeugdcomplex waar je nog een heel klein stukje van hebt. Dat staat er nog, clubgebouw. Ja, ik begon hier als 8-jarig. Ik maakte mijn debuut om 17 of 18e. En je hebt dan nog een paar jaar in het Zuiderpark gespeeld. Toen gingen we naar het Vorenpark, Kyocera Stadion. Dus ja, dat is wel raar dat dat weg is. Maar wel mooie herinneringen. Deze historische plek, waar nu gebouwd wordt aan Sportcampus Zuiderpark, speelde in het seizoen 2010-2011 nog een belangrijke rol voor de selectie van ADO Den Haag. We trainen hier volgens mij tijdelijk. Ja, we trainen hier. Ja. We waren hier elke dag. Er was nog maar 1 tribune over, de hoofdtribune, de zuidtribune. En ja, we trainen hier elke dag. Het had wel zijn charmes. Het was gewoon één grote, om op het Haag te zeggen, één grote tering, sorry. Maar ja, het was wel allemaal onbevangen. En ja, we hadden het heel erg naar ons zin. En we trainen op een goed veld, want het hoofdveld was altijd goed eigenlijk. En ja, we werden van alle gemakken voorzien. We hadden een redelijk goede gym. En ja, de oude businessclub was gewoon onze eetzaal. Waar een tafeltennis stond, een dartbord en een pooltafel. Dus ja, we hadden eigenlijk alles bij de hand. En ik denk dat we dat ook wel nodig hadden. Een jaar eerder was ADO met grote moeite ontsnapt aan degradatie. Trainer Raymond Nattenveld vertrok tijdens het seizoen en werd tijdelijk opgevolgd door Maurice Stijn, die de ploeg in de Eredivisie wist te houden. En toen kwam daar John van den Brom, een beginnende coach die succesvol was geweest bij AGOVV. Ja, ik stond gelijk te springen. Want je bent op zoek naar iets wat je graag doet. En dat is op dat moment trainen bij AGOVV. Succesvol, ja, ook omdat je daar met minimale middelen, met veel jeugdige talenten, toch iets neergezet hebt. En dan ben je op zoek naar het moment dat je dat kan tonen in de Eredivisie. Ja, ik denk dat de komst van Sean op dat moment was iets wat de club nodig had, wat ook de spelersgroep nodig had. Zij hadden toch moeite met de aanpak van Raymond. Alhoewel ik Raymond als veldtrainer absoluut de beste trainer vind waar ik mee gewerkt heb. Ik heb ook nog steeds contact met hem. Maar ik denk dat Sean op dat moment de missing link was voor een hele hoop spelers. Ja, ik kon de man ook nog niet. En
ja, eigenlijk van minuut 1 was er een klik. En eerlijk, op dat moment maakt het echt geen ene reet uit welke club dan belt. En ADO belde gelukkig. Het was een verademing dat die man binnenkwam. Ja, dat was ja, volgens ons het beste wat dat er kon gebeuren voor de groep om zo'n trainer op dat moment te krijgen. Een man die midden in de groep stond en die van een dolletje hield en ja, die meeging eigenlijk. In het gevoel van de groep. Ja, hij zat wel gelijk van dag 1 had hij een bepaald statement. Door er echt een team van te maken. Dus hij had wel een hele duidelijke visie. En dat we uit moesten gaan voor voetbal. En niet alleen maar van strijdvoetbal en lange ballen. Verhoek. Goeie kaats. En hij is vreselijk snel. Verhoek. En voorin kiezen ze nu positie. Drie man. Immers. Geweldige goal. Eerste paal. En ADO staat binnen het kwartier. Met 1-0 voor. De eerste wedstrijd tegen Vitesse begint nog goed. Maar uiteindelijk verliest ADO in Arnhem met 3-1. Onder meer door 2 penalties van Lasse Nielsson. In de tweede wedstrijd, thuis tegen Roda, is het hetzelfde verhaal. ADO komt weer op voorsprong door een goal van de nieuwe Slovaakse linksbuiten František Kubik. Op aangeven van Verhoek. Maar ook nu gaat het mis in de tweede helft. Skobu, prachtig gespeeld. De Loge komt voor zijn man uit. De Loge maakt 1-2. Wat gaan we hier deze middag allemaal meemaken? Afstand is aanzienlijk. Oh, wat een goal! Vitesse uit en op een gegeven moment Roda thuis. Was wel een wedstrijd van ja, die had je wel. Was wel belangrijk om te winnen, om een goede start te hebben. Ja, dan ging het natuurlijk wel een beetje morren. Zo morren, ja, dat is altijd hier in Den Haag. Als je na 10 minuten acht staat, dan volgende week dan is het dan paniek. Dus ja, dat was misschien de enige periode dus het seizoen dat je wel zoiets had van oké, nu moeten punten gaan pakken. Intussen loopt er in Den Haag een nieuwe Russische spits rond. Die zijn in het slop geraakte carrière een nieuwe impuls hoop te geven. Dimitri Bulikin, 30 jaar oud en geboren in Moskou, wordt voor een jaar gehuurd van het Brusselse Anderlecht. Ja, I was in Anderlecht. And it was coach who didn't want to see me in the team. I don't know why. And ik was samen met Van der Kalle naar Anderlecht gereden, naar de manager van Olsbeek. But anyway, I start find the team where I can play for rent. En uiteindelijk kregen we het met z'n tweeën voor elkaar daar om Bulikin naar ADO te krijgen voor een jaar. Voor relatief weinig geld ten opzichte van wat hij verdiende daar. En er kwam in ieder geval een grote, sterke spits binnen die ongelooflijk veel uitstraling had, maar die ook niet fit was. In het begin, dan ben ik gewoon heel eerlijk, in het begin had ik er niet zo'n hoge hoed van op. Hij speelde een oefenwedstrijd mee, tegen Telstar volgens mij, meen ik, op het laagkwartierterrein in de voorbereiding. Ja. Ja, of hij nou toen die aankwam fit was of niet, ik dacht bij mijn eigen wel gelijk van ja, je hebt niet voor niks 3 doelpunten gemaakt op een EK met Rusland. Dus ja, die jongen kan voetballen. Maar we twijfelden wel. In die oefenwedstrijd had hij niet ja, de indruk gelaten die wij graag zochten als trainers zeg maar, en als club. They say no, we don't need you because you are not striker who we are looking for. En la la la. En hij oogde een beetje log en toen zei ik van ja, maar je bent niet fit. En you are a little bit fat. I say, where am I fat? Toen deed hij echt zijn shirt zo omhoog. Oh, sla me maar, weet je wel. Where I'm fat and show my muscles and everything. Ja, dat was één brok spier, zeg maar. Dus ja, dat was wel een mooi moment. Dan was hij toch een beetje in zijn eer aangetast van ik ben te zwaar of ik heb te veel vetpercentage. Hier, kijk maar. I am good, I am in good shape. Don't look at me like I am. Look at me on the field, give me 2 weeks and I will be in good shape. Ik denk als inderdaad toen dat lichaam niet zo was geweest, dat we misschien al hadden gezegd van nou, het was leuk die 3 of 4 dagen, maar we stoppen ermee. So, it was nice story. And it was like this. But after I showed to everybody what I have muscles, not fat. Dimitri Bulikin, 15 interlands voor Bulikin, in totaal 7 treffers. Hij heeft een stapje terug gedaan, sportief maar ook financieel. En dat is een goed teken. Dan wil je wat laten zien. Toornstra, hier aan de rechterkant, Verhoek. En daar is Bulikin. Hoe mooi kun je debuteren? Ha! Daar waar VVV al had moeten scoren, doet Dimitri Bulikin dat.
Natuurlijk, als je een nieuwe spits haalt, die één keer de eerste keer in de basis zet en na 2 minuten die bal binnen tikt op een voorzet van Wesley, ja, dan is dat een lekker gevoel. Voor de spits, voor het team, maar zeker ook voor de trainer natuurlijk. De hoekschop komt van Verhoek. Bal draait er scherp in. En die bal is binnen. Ha! En hij is weer het middelpunt der feestvreugde. Bulikin. Unbelievable. In first match you scored 2 goals. And to show from the beginning, you show to everybody you are a good striker and you are ready to score, just give me. Uiteindelijk is het een proces waaraan je met z'n allen bezig bent vanaf de eerste dag. En dan is het wachten tot je een keer succesvol wordt. Nou, dat was bij VVV uit. Toen ging het balletje wel de goede kant op, toen viel die wel goed. En ik denk dat we vanaf dat moment, vertrokken waren om succesvol te zijn. ADO wint met 3-2 in Venlo en de nieuwe spits heeft indruk gemaakt. Dat doen op dat moment ook andere Haagse sterren op de televisie. En het elftal van John van den Brom, dat krijgt steeds meer voor. Most important things, it was a nice team in that period. Because everybody want to play like a team, not individual. Er waren twee keepers, hè. Er waren, Robert? Robert Swinkels en Gino. Het was mijn eerste seizoen dat ik ook echt eerste doelman was bij ADO. Ja, dan is het zaak om Swinky zeg maar, achter de hand te houden. Dat het moet en ja, dat was ook zo. Het was een prof puur zang en als het moest dan stond hij er dus. Je proeft wel gewoon van ja, dit is mijn kans en nu ga je het gewoon laten zien. En je weet als keeper heb je altijd gewoon een aantal wedstrijden nodig om lekker in je ritme te komen. En ja, dat had ik uiteindelijk ook wel nodig, maar het was gewoon wel belangrijk dat je in ieder geval de eerste paar wedstrijden in ieder geval een betrouwbare indruk achterlaat en uiteindelijk de punten pakken, die ga je in de loop van het seizoen dan wel doen. Nou had je rechtsback, had je Ami. Timothy defender, Koem defender. Ja, geweldig centraal duo. Ik denk op dat moment misschien wel de beste van de Eredivisie. Hadden we links Mitchell Piquet. Echt een hele speciale jongen. In die zin dat sommige jongens misschien dachten van, is hij wel serieus te nemen? Wij elke ochtend waren we aan tafeltennissen. En dan kwam die Piquet en die schilderde dan uit de oude business lounge. Schilderde die jongens, gaven met z'n allen klappen. Ik denk, nou ja, is goed. Ik denk, ga meedoen. Wij gingen met z'n allen klappen. Hij zegt, ja, maar net zoals net bij hoogspringen. Olympische Spelen. En opbouwen en hij komt aanrennen. En hij maakt ineens een jump op zijn rug zo. En hij springt zo over die tafel, over dat netje. Bam, springt hij met een bolle lichaam op die tafel. En ik zie zo tafeltennis dit maken. Hup, er komt zo'n hoek in. Breek gewoon die tafeltennis tafel in tweeën. Nee, ik denk met Mitchell, wat de fuck doe je? Nee, ja, zo dat van Mitchell Piquet zelfs hoog springen, dat heb ik nog nooit gezien. Dat is fantastisch, echt niet normaal. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, op een moment dacht ik bij mezelf, nou, ik kon er niet echt om lachen. Op dat moment dacht ik bij mezelf, ja, maar Mitchell, wat doe je nou? Jij sloopt gewoon onze tafeltennis waar wij elke ochtend lol aan hebben. Ja, dat was gewoon fantastisch, ja. Dan kan ik nu gewoon nog huilen van het lachen. Middenveld, Rado. Alex Radlejevovic. Radosavljevic. Een hele rustige jongen die ook in Rusland heeft gespeeld en daarmee ook goed kon opschieten met Bulikin. We play national teams. We understand how football is going. We spoke always with the coach John van den Brom and we try to find the good model of our team. Ja, hij bracht de rust op het middenveld wat we nodig hadden, omdat daarvoor het ja, het lopend geweld stond eigenlijk bij ons met Lex en met Jens. Jens en ik waren eigenlijk aan het pendelen constant. En dat was zo moeilijk te bespelen voor het tegenstander. Links Kubik, rechts Wesley en in de spits Bulikin. The best teams gives results when they have a good balance between experienced player and the young players. Met dat elftal dachten we ook gewoon het seizoen te brengen wat we de jaren ervoor gebracht hadden. En op een gegeven moment kwam het besef bij iedereen van, we hebben toch iets speciaals in de groep. De eerste grote test komt in de vierde wedstrijd van het seizoen. Als koploper PSV op bezoek komt. Afalai. Nou, die mag gaan schieten. Hij wil hem voor zijn linker. En als die bal dan van richting verandert, is het zomaar 1-0 voor PSV. Verhoek. Van links nu dus. Daarachter is Toornstra. En daar is de goal. Ja, uit het niets komt hij niet van de Rijk.
Het is gelijk. Ja, natuurlijk ben je heel blij omdat ja, het blijft PSV. Sindsdien komt het ook een beetje het gevoel van we moeten eigenlijk voor niemand bang zijn. Tuurlijk zijn er soms wedstrijden dat we minder spelen, maar we krijgen altijd wel kansen. PSV komt in de tweede helft opnieuw op voorsprong. Als een kopbal van Maza Rodriguez via het hoofd van Lex Immers achter Coutinho verdwijnt. Maar ADO knokt terug. Radoslav Savjevic. Toornstra, Bujiki in de kans. Kubik moet scoren. Waarom doe je het niet? Hij doet het wel. 2-2. De man die eigenlijk de hele wedstrijd nog niets goed heeft kunnen doen, komt in kansrijke positie en maakt geen fout. Ja, spektakel ook. Mooie wedstrijd, vol huis. En daarin lieten we al zien dat we ons konden meten met de topploegen van Nederland op dat moment. Dus dat was een van de eerste momenten waarop spelers zoals Verhoek, Toornstra, Immers, De Rijk, Kum lieten zien hoe ver ze waren. In de wedstrijden die volgen gaat ADO steeds beter draaien en worden er ook steeds meer punten gepakt. Eén man eist daarbij de absolute hoofdrol voor zich op. Zijn naam? Dimitri Boulikin. En dit was ADO TV voor deze week. Volgende week vrijdag kunt u deel 2 zien van deze mooie ADO Den Haag docu.